najaar kunnen we terug naar de oude Disney-tijden met Cuphead. Het oude tekenstel zit erbij. Alleen, ja, het is blijkbaar een heel moeilijk tekenfilmpje. Of niet, Tom? Ja, nee, klopt inderdaad, Amador. Leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent. We gaan het over Cuphead hebben. Nee, het is een moeilijke cartoon in gamevorm. Het is echt een ouderwetse game in heel veel verschillende aspecten. Dus allereerst heb je natuurlijk die stijl. Als iemand van Cuphead gehoord heeft, dan weet je gewoon, je hebt één frame gezien van die game, dan weet je, dit is een ontzettend markante game die helemaal in 1930 Disney-stijl is. Maar het is ook oldschool in hoe moeilijk het is. Ja, dat is inderdaad waar. Hoe moeilijk is het? Kan je daar een vinger op leggen, hoe moeilijk het is? Is het vergelijkbaar met dingen? Als ik denk aan moeilijke game, denk ik aan Dark Souls, denk aan Ori and the Blind Forest. Het is de Dark Souls van de sidescrollers, om maar even zo'n cliché ding erin te gooien. Nee, het is misschien wel een beetje met Ori te vergelijken inderdaad, in dat het een platformer, het heeft een aantal platformelementen, maar dat het een indie is die ook gewoon lekker pittig is weer. Het deed mij vooral denken aan games als Battletoads en dergelijke. Oh ja, ja. Echt sidescrollers, shooters, shoot-em-ups met gewoon ontzettend veel lastige segmenten, bosrushes waarvan je echt zegt van oh my god, en hij heeft nog meerdere fases. En ik heb maar 3 hitpoints die je kan verliezen, zeg maar, en oh god, het is echt... ik zit op 50%. Ik heb meer van de game gezien, maar ik zit op 50% qua completion, omdat gewoon echt, en dan één level, daar kun je dan uren over doen om alleen maar te ontdekken van oh, zo is het pattern van deze boss en zo moet ik gaan schieten of ik moet precies op dat moment terug naar achter en dan overschakelen naar dat wapen. Het is... Maar hoe bestrijd je vijand als Cuphead? Want we zien Cuphead als een hele leuke, markante, blije gozer met een kop als hoed, natuurlijk. Een kop als kop. En Mugman, maar wat kan hij? Want dat is niet echt heel duidelijk geworden. Cuphead en zijn buddy Mugman, want ja, het kan allemaal in co-op gespeeld worden. Zij worden door de duivel in een deal gelokt, waardoor ze zielen moeten gaan verzamelen. En dat doen ze letterlijk door hun vingers in de vorm van een pistool te doen en gewoon piep 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 te doen. En daar komen dan allerlei verschillende wazige wapens uit, die je natuurlijk dan ook weer kan kopen en kan upgraden. Of in ieder geval dat je een keer kan zeggen van ik wil dat wapen, ik wil dat wapen. Maar het is eigenlijk altijd gewoon piep 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 en dat zit. Dan kun je een beetje dashen, je kunt een beetje springen en er is altijd de mogelijkheid om te parryen. Er zitten heel veel fighting game termen in Cuphead. Maar je kunt parryen op bepaalde dingen om je supermeter vol te bouwen, je AX-meter vol te bouwen. Zit er ook iets van RPG-element dat je bijvoorbeeld andere aanvallen kan krijgen? Nou, je kunt dus wel, als je coins verzamelt in de run-and-gun levels, dat zijn er een stuk of 6 of zo maar goed, daar kun je coins in verzamelen en dan kun je daarmee verschillende wapens kopen. En dat zijn er dan een handvol verschillende. Je hebt de spread, je hebt er eentje die meer op afstand is, je hebt homing missiles. Maar die hebben dan ook weer bijvoorbeeld de homing missiles doen veel minder damage dan gewoon je standaard gun en gewoon recht toe recht aan rakken. Okay. Dus het is niet echt RPG in dat opzicht. Ook de overworld, weet je wel, je kunt er een beetje rondlopen, maar het is basically gewoon loop naar de leveltjes toe. En dat is dan ofwel een boss, ofwel een run-and-gun level, maar het is voornamelijk die boss fight. Zijn er heel veel boss fights? Volgens mij, als ik het goed heb, een stuk of 17. En dan hebben we het niet eens over de zeg maar, de grote finale waarin je dus, spoiler alert, echt gaat vechten met de duivel hemzelf. Oh, nice. Okay. Ja, dat is sowieso heel duidelijk. Maar goed, ja, het zijn voornamelijk die boss fights. Dan zie je ook weer meteen, dit is zo'n game die ontzettend hard in de speedrun community kan gaan lopen. Want het is echt zo'n boss rush ding. En als jij echt snel die game af wil ronden, het gaat zoveel pijn doen. Het is zo vreselijk. Oh mijn god. Het klinkt als een feestje, moet ik zeggen. Het is, en ik denk dat... Dat moet je me niet in misinterpreteren. Maar het is wel ontzettend leuk. Het is zo tergend moeilijk, maar daarin is het juist heel erg sterk. En daarin is het heel erg slepend en daardoor voelt het zo enorm lekker als je een keer zo'n boss afmaakt. En plus, je kijkt je ogen uit in die game. Ja, dus... grafisch, daar ben ik het wel mee. Grafisch is het wel heel mooi. Ja. Maar heb je af en toe het gevoel dat het game oneerlijk is? Of denk je echt bij jezelf, nee, dit had ik beter kunnen doen? Dat vind ik een heel interessant punt. Want dat is eigenlijk ook altijd wat Studio MDHR gezegd heeft. De makers van deze game hebben altijd gezegd van, ja, het is moeilijk, maar het is altijd fair. En dat is een beetje in mijn hoofd blijven hangen toen ik ze een aantal keer heb gesproken op Gamescom en zo. En dat ook tijdens het spelen had ik zoiets van, ja, daar hebben ze wel gelijk in gehad. Het is wel fair. Het is ontzettend moeilijk, maar het ligt bijna nooit aan jou. Of het ligt bijna nooit aan de game als er iets misgaat. Dan ligt het echt aan jou. Het ligt aan jou. En dan moet je gaan verbeteren. Je hebt ook echt dus die leercurve. Dat je uiteindelijk wel het idee hebt dat je bij poging 20 denkt van, oké, nu kan ik het misschien halen. Nu kan je, inderdaad. Maar het is ook echt, als je bij elke boss battle als je aankomt en met de verschillende fases die ze hebben, je moet echt eerst gaan ontdekken van hoe zijn de patronen, hoe moet ik daar doorheen komen. En het helpt natuurlijk dat die game ook gewoon gameplay technisch zit die gewoon heel goed in elkaar, weet je wel. Alles is handgetekend,
Maar alsnog, de hitboxes zijn prima. De gameplay, weet je, het stottert nooit of zo. Het lijkt altijd wel gewoon te voldoen precies aan wat je denkt dat het moet zijn. Het voelt heel snappy, heel lekker. En ja, dus als het fout gaat, heb je vaak zoiets van, oké, maar dat lag aan mij. Ik had toen moeten springen. Maar ik hoor vooral heel veel positieve punten, weinig negatieve punten te vinden in de game. Heel weinig. Als je deze 1930 Disney of Studio Fleischer stijl dikt en je houdt van een goede, ouderwetse, moeilijke game, dan is dit precies wat het belooft te zijn. Dus wat dat betreft kun je niet echt zoiets zeggen van, het is heel, heel jammerlijk dat puntje, puntje, puntje. Het enige wat misschien jammerlijk is voor mensen voor wie dit spel niet geschikt is. Want ik hoor van heel veel mensen dat ze zeggen, ik vind de stijl fantastisch, ik wil al die animaties zien, ik wil al die gekke bossfights zien, maar ik vind het te moeilijk. Ja, goed. Dus niet toegankelijk voor iedereen. Het is niet toegankelijk voor iedereen. Het is misschien een beetje voor een niche, maar die niche waar het op inspeelt, het is Cuphead. Het ligt daar. Het is echt heel gaaf voor de mensen die het diggen. Als je het ziet, die gameplay, je ziet van dit is vet en ik heb zin in een moeilijke game, dan kan er bijna niks misgaan. Dan zou je bijna kunnen zeggen, dit is gewoon 10 out of 10, koop hem maar. Nice. Ja, we hebben er ook lang op moeten wachten voordat hij uitkwam. Dus hoe vaak is hij al niet uitgesteld? Hij is nooit uitgesteld geweest. Het is zo dat op het moment dat Studio MDA erg merkte van, oh, mensen diggen ons product, we kunnen misschien hier iets van maken, hebben ze gezegd, we nemen zoveel mogelijk leningen af, we gaan samenwerken met Microsoft om dit te releasen. Weet je wel, Xbox One, Windows 10, Play Anywhere en natuurlijk ook op Steam. En daardoor heeft het gewoon ontzettend lang geduurd en omdat ze nooit van hun visie zijn afgeweken. Ja. Ze hadden een visie, we willen een hele handgetekende game maken. Alles gewoon met de hand, frame by frame, zo maken en dat hebben ze gedaan. Ze hebben het goed gedaan, maar goed, dat duurt dan wel 3 jaar. Maar ik denk, het was het wachten waard. Mooi. Lees dan vooral de volledige review van Tom. Binnenkort, ik denk dat hij daar wel live is. Ja. Ik probeer hem zo snel mogelijk af te leveren. Dus ja, als je meer wilt weten. Ja, die jongen is zo druk, dat kan niet. I know, het is echt geweldig. Laat me een keer met rust. En dan moet ik ook nog eens een keer zo'n spel spelen waarbij het gewoon een uur duurt voordat ik één fucking level uit kan spelen. Precies. Nou, we hebben je ook maar weinig tijd gegeven. Ja. Nou, lees dus een review binnenkort op Gamersnet. Kijk ook naar onze andere artikelen en nieuwtjes. En we zijn zo veelzijdig. We zijn ontzettend veelzijdig. Met schrijven, presenteren. Oh, misschien doen we nog wel een gameplay commentaar van Cuphead. Ongelooflijk. We kunnen het zo zien. Het was trouwens ook mijn gameplay in deze video. Oké. Het deed het pijn om te zien. Oké, dat kan ik begrijpen. Ja, wij vonden het ook heel kut. Ja.